Oké, zijn we weer terug en we gaan vandaag verder met paragraaf 6.3 uit je boek. En het gaat over koolstofchemie naamgeving. Hebben jullie het in de derde klas ook al een keer over gehad, maar ik ga er nu weer gewoon even op terugkomen. Ik herhaal even een paar dingetjes over de basis van de naamgeving. En we gaan in de loop van de hoofdstuk zien dat we er steeds wat meer bij doen. Dus, om te beginnen. Koolstofchemie naamgeving. Jullie hebben, als het goed is, vorig jaar al geleerd. Maar ik herhaal het dus gewoon maar eventjes, dat de naam van een koolstofmolecuul, dus een molecuul met voornamelijk koolstofatomen erin en vaak heel veel waterstof. Zie je, hier heb ik er nog een paar liggen, methaan, ethaan en dit was ethene. Die naam die bestaat uit een aantal onderdelen. En het belangrijkste onderdeel is de zogenaamde stamnaam. En de stamnaam komt in principe neer op de langste onvertakte koolstofketen. Dus de langste onvertakte koolstofketen, dat noemen we de stam. En daar hoort een stamnaam bij. Is die één koolstofatoom, dan ging het over methaan. Twee koolstofatomen, ethaan. Drie koolstofatomen, propaan. Vier koolstofatomen, butaan, moet je ook even denken. Vijf koolstofatomen, pentaan en zes koolstofatomen, hexaan. Ook daarna gaat het nog door, alleen die hoef je niet allemaal uit je hoofd te kennen. Dus deze moet je kennen: methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan. Hoe langer die keten is, hoe anders de naam weer vervolgens wordt. Nou, dat is dus stamnaam. Ik veeg ze nu weer eventjes weg. En dat is één onderdeel. Er zijn nog wat meer onderdelen. En een tweede onderdeel zijn de zogenaamde voorvoegsels. Voorvoegsels. Want jullie hadden gezien dat als er bijvoorbeeld vertakkingen in de keten zitten, dan moet je daar ook iets mee doen. En dan komt er een stukje voor de naam te staan. Nou, we gaan verschillende soorten voorvoegsels later in het hoofdstuk zien, maar nu hou ik het eventjes bij de voorvoegsels voor vertakkingen. En ook daarvoor hadden jullie de namen al geleerd. Is die vertakking één koolstofatoom, dan was het voorvoegsel methyl. Twee koolstofatomen, ethyl. En je ziet het systeem al wel staan. Ja, propiel, butiel, pentiel, hexiel, et cetera. Dus dat zijn de voorvoegsels voor de vertakkingen. Dan hebben we nog meer gezien. We hebben ook gezien dat een naam bestaat uit nummering. En die nummering die geeft aan waar dingen zitten. Dus aanduiding van locatie op de stam. Ja, we geven de koolstofatomen op de stam een nummertje. En vervolgens kunnen we met dat nummertje aangeven waar bijvoorbeeld zo'n vertakking aanwezig zit. Wat we nieuw gaan zien dit hoofdstuk, en dat gaan we later een paragraaf zien, zijn zogenaamde achtervoegsels. Vorig jaar stiekem eentje gezien, die van alcohol. Dit jaar zien we er nog wat meer voor allerlei andere soorten moleculen. Ook voor die achtervoegsels geldt dat ze vaak gewoon een nummering mee moeten krijgen. Dus dit is het basissysteem. We hebben een stamnaam. We hebben voorvoegsels aan die stamnaam vastzitten die aangeven waar bepaalde specifieke dingen zitten. Als we daar ook vervolgens netjes een nummering bij hebben. En let er ook op dat we achtervoegsels gaan krijgen. Nou, ga ik gewoon nu eventjes een paar voorbeeldjes doen om er nog rustig doorheen te lopen. Dit is hopelijk bekend. Dan kan je er lekker mee oefenen. Oefen er niet te veel mee. Uiteindelijk is dit ook weer niet het allerbelangrijkste van het hele hoofdstuk. Ook al doen we er vrij veel mee en zie je het veel terug. We gaan veel belangrijkere dingen doen in het hoofdstuk als het gaat echt over chemie en niet over wat talige zaken. Dus even een paar voorbeelden.
begin ik maar eens met een molecuul met 3 koolstofatomen en nog een 4e koolstofatoom. Dit molecuul. Wat je ziet nu trouwens is dat ik de waterstofatomen niet allemaal uitteken. Zolang een waterstofatoom vastzit aan een koolstofatoom, mag dat. Zodra een waterstofatoom aan een ander soort atoom vastzit, zuurstof of stikstof bijvoorbeeld, dat we later gaan zien, dan mag dat niet. Dan moet je een atoom altijd uittekenen, ook een waterstof. Als er in een koolstof zit, is een streepje voldoende. Nou, wat hebben we hier? We hebben allereerst de langste keten, de stam. Daar wil ik naar op zoek. Ik zie hier 3 koolstofatomen op een rij. Je kan ze ook zo tellen. Dit is ook onvertakt. Ja, bochtje om is niet anders. Dat betekent dat ik een stamnaam heb die propaan is. Vervolgens heb ik een voorvoegsel, want ik heb een zijketen van 1 koolstofatoom. Dus dat betekent dat dit methyl propaan wordt. Nou, gaan we door. Tweede voorbeeldje. We maken hem ietsjes ingewikkelder. 5 koolstofatomen. En we doen 2 vertakkingen. Allebei van 1 koolstofatoom. Ga ik als eerste weer op zoek naar de langste keten. Die langste keten kan ik zo tellen. Ik kan hem ook zo tellen. Ik kan hem ook zo tellen. Dat maakt allemaal helemaal niks uit. In alle gevallen is die 5 lang. Dus dat betekent dat we hebben pentaan. Met daaraan vast 2 vertakkingen. 2 methylvertakkingen. En dat betekent dus dat we als voorvoegsel methyl krijgen. Maar we krijgen niet methyl-methyl of iets dergelijks, omdat het er 2 zijn. Nee, we zetten dan nog iets voor het methyl om aan te geven dat het om 2 methylgroepen zit. En dat is in dit geval di. Dus dit is dimethyl. Dimethylpentaan. 2 keer methyl aan pentaan vast. In dit geval is nummering nodig. Hier was het niet nodig, want methyl kan alleen maar op het midden zitten van de propaan. Op het uiteinde was het butaan geweest, omdat het 4 was. In dit geval moeten we aangeven waar het zit. En dat betekent dat ik de nummers in de hoofdketen, of de koolstofatomen in de hoofdketen, ook even nummers moet geven. 1, 2, 3, 4, 5 bijvoorbeeld. Nou, dat betekent dat ik er eentje op 2 en eentje op 4 heb. Dus dan krijg ik 2. 0,4 dimethylpentaan. Nog een voorbeeldje. Dit molecuul. We zien nu een dubbele binding erin zitten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Nou, vorig jaar hebben we het daar wel over gehad. En toen hebben we geleerd dat als je een dubbele binding hebt, de stamnaam een beetje verandert. Die stamnaam krijgt dan namelijk een uitgang EEN in plaats van AAN. 3 C's, dus propaan, maar dus in dit geval propeen. Dus dat is het verschil als wij een dubbele binding hebben. Als het nou nodig is om ook aan te geven waar die dubbele binding zit, en dat is hier niet het geval, maar als ik hem bijvoorbeeld 1 C'tje langer maak, wel, dan kan die daar zitten, maar dan kan die ook daar zitten, dan is het meteen ook nodig om te nummeren. En dat doen we als het volgt. We zeggen dan in dit geval dat het buteen is, want het is 4 C's met een dubbele binding. Maar we zetten het nummertje dan voor het 1. In dit geval is het een 1. Want hij zit op het eerste koolstofatoom, eerste naar het tweede. Dat betekent om een 1 en dan hebben we buteen-1. In oude schoolboeken ga je dat nog wel eens terugvinden als 1 buteen, maar het is echt veranderd. Het is nu buteen-1 geworden. We doen nog wat voorbeeldjes. Nog 2 doen we er. En dan hebben we eigenlijk de meeste dingetjes wel een keertje gezien. De drievoudige binding. Die hadden we in het vorige filmpje gezien. De drievoudige binding. Gaan we ook even kijken wat we met de naam doen. Dus dat doen we eventjes. Heel simpel. Dit molecuul. We weten dat de stamnaam gaat beginnen met ETH. Zoveel weten we. Maar je zou je kunnen voorstellen dat we hadden bij de dubbele binding ging het van ethaan naar etheen. Nou, voor 3 dubbele bindingen laten we het eindigen op Y
En dus dit is E10. En in dit geval is het niet nodig om aan te geven waar die driedubbele binding zit. Want er zijn maar twee kolossen vertaan. Dus dit is E10. YN is de uitgang voor driedubbele binding. Ik heb nog nooit eerder gezien, maar ik denk dat je er wel mee omkwam. Houden we nog één ding over. En dat is die benzeenring die we ook hadden gezien vorige keer. Dus als ik bijvoorbeeld dit ding heb. Met daar nu dan aan vast, om het iets ingewikkelder te maken, een CH3 groepje. Dus een benzeenring, we hebben vorige film gezien wat het was. Misschien moet je in je aantekeningen even terugkijken. Met aan vast een koolstofatoom. Nou, wat we in dit geval doen, is die benzeenring, die heeft een speciale stamnaam. En dat is de stamnaam benzeen. Dus de stamnaam van dit molecuul is niet cyclohexeen of iets dergelijks, wat je zou kunnen bedenken, omdat het zes koolstofatomen in een cirkel zijn. Dus dan zeggen we cyclo. Er zit dubbele binding in, dus dan zou je cyclohexatriën of iets dergelijks krijgen, want het zijn drie dubbele bindingen. Nee, dit ding noemen we altijd benzeen. Het is gewoon een speciale naam, omdat we het ding zo vaak zien. En wat zit eraan vast? Een methylgroep. Methylbenzeen. Er is ook een alternatief. En dat is dat we die CH3 de hoofdketen maken. Dus dat is methaan. En dit ding de zijgroep maken. En in dat geval noemen we het niet benzeen, maar noemen we het feniel. En dan krijgen we fenielmethaan. Je mag zelf kiezen welke van de twee je doet. Dus of je die benzeenring nou als hoofdgroep kiest of als zijgroep kiest. Kan allebei en geen van beide is fout of iets dergelijks. Kies gewoon wat je het beste uitkomt. Nou, dit waren een paar voorbeeldjes. Hier laat ik het verder ook bij. Ga er lekker mee oefenen. En ik wens je veel succes.